Bent u thuis in het Molenmuseum en de Zaanstreek is eigenlijk de bakermat, dat is een akelig woord, van de wereldhandel, van de industrie. De uitvinding van de molens door met name Cornelis van Uitgeest rond 1590, waar hij de kollegang heeft uitgevonden en ook de krukas, betekende zoveel dat men heel snel schepen kon bouwen. En door die schepen gebouwd konden worden, konden de Nederlanders over de hele wereld varen. Ja, er waren eerder ook wel schepen gemaakt, maar niet zo snel. Toen werd ook nog het fluitschip uitgevonden, waardoor de Nederlanders met weinig bemanningsleden, een man of 8, 9, konden varen. Terwijl vergelijkbaar schepen van de Engelsen 30 bemanningsleden nodig hadden. De Zaankanters dreven voornamelijk handel met Rusland, met Noorwegen, Zweden, met Riga. Ze haalden er graan, ze haalden er hout, ze haalden de pelzen. De Zaankanters investeerden voornamelijk in de walvisvaart. De bevolking kon als scheepsgezel in de herberg Spitsbergen zich aanmelden en dan gingen ze naar het eiland Spitsbergen om daar walvissen uit te roeien voor de traan. En er is heel veel geld mee verdiend. Met dat geld konden de doopsgezinde eigenaren weer molens bouwen. De Zaanstreek is bekend doordat doopsgezinde families goed voor hun personeel waren en eigenlijk beslist niet mensen wilden uitbuiten. Ze zeiden, als je goed bent voor je medemens, is die ook goed voor jou. De doopsgezinde handelaren, handelaar is een raar woord, families die hadden molens, zaagmolens, verfmolens, oliemolens, waar de bevolking op werkte. De Zaanstreek was eigenlijk een bevolking van vissers en boeren in een bijzonder slechte omgeving, want het veen was schraal, sompig, nat. En toen de molens kwamen, konden ze daar hun werk in vinden. De Zaanstreek was een vrijwel leeg gebied, dun bevolkt. Het woeide er altijd en daarvoor konden al die molens hier zo goed de wind vangen. Daarvoor kon de molenindustrie ontstaan en werd de Zaanstreek het oudste, het rijkste industriegebied van de wereld en voornamelijk van Europa. De Hollanders en voornamelijk de Zaankanters werden de vrachtvaders van Europa genoemd. Ze haalden alle goederen over de hele wereld en die werden naar Nederland vervoerd en weer doorgevoerd naar andere landen. Als ze de pech hadden om op de Middellandse Zee aangevallen te worden door de Arabieren, die met name op de noordkust waar nu Marokko en Algiers zitten, dan werden ze door de Arabieren als slaaf verkocht, als christenslaaf. En dan hadden ze het slecht. Die kapers waren heel blij als ze een doopsgezinde kapitein ontmoetten, want die schoot niet terug, die had ook geen bewapening aan boord. En dan hadden ze op een makkelijke manier een schip en slaven. Naderhand gingen de Arabieren slaven, zwarte slaven verkopen. Die kochten ze op van stammen die ruzie hadden met andere stammen in Afrika. En die verkochten ze aan slavenhandelaren. De West-Indische Compagnie, die is later opgericht dan de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In de oostelijke wereldhelft was de Verenigde Oost-Indische Compagnie bezig met handel. En de West-Indische Compagnie heeft zich voornamelijk bezig gehouden met slavenhandel. En ook het afbreuk doen met piratenkapiteinen aan de macht van Portugal, van Spanje en van de Engelsen. Ze bestookten dus met hun kapers, kapiteins, de nederzettingen van de Portugezen, de Spanjaarden, Cuba, Costa Rica. Piet Hein was een kaperkapitein die voor de Braziliaanse kust San Salvador, geloof ik, veroverde op de Portugezen. Hij liet er een garnizoen achter, maar dat garnizoen die genoot van dat Piet Hein met zijn schip weg was. Ze dronken veel en ze waren dronken tot ze overmeesterd werden door de Portugezen. En de Portugezen hebben die slavenpost nooit meer vrijgegeven. De Nederlanders hebben toen op een schiereiland een slavenpost aangebracht waar de slavenhandelaren hun slaven konden verkopen aan de suikerplantages. Suriname kwam eigenlijk in het stuk niet voor, want dat was van de Engelsen of van de Fransen. En is naderhand geruild met Nederland toen Nederland Nieuw-Amsterdam kwijtraakte.
De Nederlanders hadden daar wel wat slaven, ik geloof van 300 in de gemeenschap. Maar dat waren halfvrije slaven, die konden na verloop van tijd, waren ze vrij mens. Alleen hun kind begon weer als slaaf, half slaaf en vrij mens. Helaas waren de Engelsen naderhand daar de baas en die hadden met die afspraken niks te maken. Dus de mensen die dachten dat ze vrij man waren, die werden gewoon een slaaf in de tijd dat Nieuw Amsterdam New York werd. De Engelsen die hadden heel veel slaven voor de plantage in het zuiden van Amerika. Die werden aangevoerd vanuit de slavenstations van Afrika. En die werden dan door slavenschepen naar de Nederlandse Antillen gebracht. Daar had je slavenhandel. De Nederlanders, het hoefde dan niet per se doopsgezinnen te zijn, die probeerden op goede voet met hun slaven te leven, omdat ze in Suriname altijd bang waren dat 's nachts de slaven hen zouden overmeesteren. De Nederlanders, na verloop van tijd, dan werden slaven vrij en dan kregen ze kostgrondjes om te overleven. En Nederlanders die trouwden ook vaak met slaven. De slaven die waren heel slim, want die zorgden dat ze gezond bleven, die werkten niet al te hard en ze werden ook niet slecht behandeld. En als ze de kans geven, dan kozen ze de vrijheid, dan gingen ze de oerwouden van Suriname in en dan had je dus de negerstammen daar en die hadden indianenvolkeren daar. Toen de slavernij eindelijk afgeschaft werd, toen wilden ze toch van Suriname een succes maken, toen namen ze Javanen, Chinezen en Hindoestanen, die boden ze contracten aan en die zijn dan in Suriname op de plantages gaan werken. Ik geloof dat één van de plantages Buitenzorg heette. Maar echt een succes is het nooit geworden. De West-Indische Compagnie is er op failliet gegaan. De Verenigde Oost-Indische Compagnie heeft de mensen eigenlijk rijk gemaakt. De Nederlanders leerden wel van de Portugezen hoe ze suiker moesten bewerken, van rietstengels tot witsuiker. En dat werd naar Amsterdam gebracht en daar in suikerbakkerijen werd het geraffineerd. Uit Frankrijk haalden ze pijpaarde en de Fransen die verkochten als afvalproduct tot ze erachter kwamen wat de Nederlanders mee deden. En vanaf dat moment werd de pijpaarde duur. Na de Eerste Wereldoorlog, ja, lag de suikerhandel op zijn gat, want in al die tijd kon de suikerhandel, suiker van Cuba, van tobacco en Jamaica en Hispaniola eigenlijk niet meer in de Nederlander komen. Uit Suriname kon ook niet naar de Nederlander komen. Toen hebben ze hier de bietsuiker ontdekt. En rietsuiker was eigenlijk niet meer nodig, want bietsuiker was goedkoper. Suriname is nog van betekenis geweest in de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse mijnbedrijven hebben heel veel bauxiet gewonnen, waardoor de vliegtuigen gebouwd konden worden waarmee Duitsland in de prak gebombardeerd is. Naderhand zijn die Amerikaanse bedrijven doorgegaan met de bauxiet. En pas rond 1900, iets eerder, is Bruinzeel daar gaan investeren met een houtzagerij, waardoor hardhout naar de Nederlander kwam. Er is ook al wat rijst uit Suriname naar de Nederlandse fabrieken gebracht, maar na de Eerste Wereldoorlog kon die rijst ook niet hier komen. Dus die fabrieken die lagen ook op een gat. Er zijn wat molens die hebben nog wel rijst vermalen, bijvoorbeeld molens Kindermeel. Dat was een molen die heeft rijst vermalen voor babyvoeding. En hoe lang geleden was dat? Ja, dat was ook vanaf 1900. In het begin van de 1900 tot 2000. Ja, dat was het eigenlijk. Suriname is eigenlijk een schip van bijlen, altijd een schip van bijlen geweest voor de investeerders. En waarom, dat weet eigenlijk niemand, want het klimaat was goed. Dat wil zeggen, voor de Hollanders te warm. Maar voor de groei was het enorm goed van cacao en zeg maar suikerriet. Er was goud en voornamelijk bauxiet, delfstof. Men heeft wel eens berekend dat Suriname de Nederlanden meer gekost hebben dan het ooit heeft opgeleverd. En waarom? Dat weet niemand. Indonesië heeft Nederland heel veel opgeleverd. De VOC is naderhand overgegaan in de Nederlandse handelsmaatschappij, onder andere de Twentse Bank. De VOC, opgericht in 1600 met de heren 1602, stond bekend als de eerste multinational. De heren 19 van de West-Indische Compagnie, die het westelijk halfrond zou bedienen, is eigenlijk nooit een succes geweest.
En die is ook heel gauw op zijn zaad over zijn oor gegaan. De Zaanstreek is eigenlijk altijd een handelsgebied geweest waar de doopsgezinden en de andere rijke mensen, ja, proberen te overleven. Je vindt hier ook niet echt dure kapitale woningen, wat je in Amsterdam ook wel vindt. De rijke mensen die geld verdiend hadden met de VOC hebben dat geprobeerd te investeren in de Beemster die drooggelegd is. Dat was in het begin een fiasco, dus veel mensen die geld verdiend hadden met de VOC, die zijn straatarm geworden door hun investeringen in de drooglegging van de Beemster. Pas naderhand is het een succes geworden. Pas naderhand zijn ook de andere droogleggingen een succes geworden. Nederland heeft altijd geprobeerd, ja, goede voet te blijven met de West. Want ja, de mensen in de West waren altijd heel vrolijk als de koningin er kwam. Nou, dat was een soort thuiskomst. Koningin Beatrix ging heel graag naar Suriname. Want ja, ze vond de mentaliteit daar zo bijzonder. En ja, naderhand, ja, er wonen meer Surinamers in Nederland dan omgekeerd. Waren er maar inderdaad meer Nederlanders naar Suriname gegaan. Misschien dat het dan een succes was geworden. Bent u wel eens naar Suriname geweest? Nooit. Ik ben heel bang voor vliegen. Maar wij zingen altijd. Toen ik laatst uit Suriname kwam, toen zag ik daar een schip. Ik dacht dat het uit de wolken kwam, maar het zat bovenop een klip. Hoog is de zolder, laag is de vloer. Mooi is het meisje, maar lelijk is de moer. Wij gaan nu verlaten, Paramaribo. Wij gaan nu verlaten, Paramaribo. Jangamandi, dat is dan een liedje wat de Nederlanders met de Molukkers samen hebben. Maar Masha Bonita, Masha Bonita, Masha Dankishon. Masha Bonita, Masha Bonita, Masha Dankishon. In Holland zit je in de kou, Masha Dankishon. Daarom ga ik naar Curaçao, Masha Dankishon. En dan maar Masha Bonita. Veel liedjes uit Curaçao, de Nederlandse Antillen en Suriname zijn in Nederland gekomen. Veel liedjes uit Indonesië zijn in Nederland gekomen. Veel Indonesische woorden zijn in Nederland terechtgekomen. Kasihan, terima kasih. Senang, pelang pelang, van langzaam langzaam. En ook wel Surinaamse woorden, maar die weet ik dan eigenlijk niet. Konhezibaka? Ja, Konhezibaka, kom gauw thuis. En ja, het papiamento en... Ja, en wij als kind leerden op school heel veel van Suriname en we waren zo nieuwsgierig naar het land van, ja, de Marowijnen vonden zo'n mooie naam, de Korontijn. En ja, en dan leerde je van die slavenopstanden en dan wilde je toch eigenlijk wel weten wat de oorzaak daarvan was. En je wilde ook wel weten van hoe het met die suikerplantage was dan. Ja, en wat zijn de oorzaak van die opstanden? Ik denk dat de mensen te veel van de slaven vroegen. En dat de slaven, of dat het moment kwam dat de slaven, er was overal revolutie. Er was revolutie in Frankrijk en je had de opstand in Amerika. En je had dus ook, de Amerikanen hadden beloofd dat de slaven een staat zouden krijgen in Amerika, Liberia. En overal ging de roep van vrijheid over de wereld en dat op een gegeven moment de slaven dachten van, wij zijn met heel veel. En de blanken zijn maar heel weinig. Ze kunnen eigenlijk niks tegen ons beginnen. Dus we grijpen onze kans. Ja. Kunt u een idee, een beeld schetsen hoe de handel plaatsvond bijvoorbeeld met slaven? Ja. Op welke wijze gebeurde dat? Wat werd aangeboden en hoe ging het in zijn werk? Johan Maurits van Nassau, dat was een kolonisator van Brazilië, die liet met zijn schepen, ging hij op de goede wind, kwam hij op de kust van Afrika. En ik meen dat het Nieuw-Guinea was, op de Goudkust, wat nou Ghana heet. Daar liet hij een slavenstation bouwen, want die slaven waren, Brazilië was verdreven uit, de Portugezen waren op dat moment verdreven uit dat gedeelte van Brazilië, was op dat moment een Nederlandse kolonie. En ze wilden die suikerplantages aanvullen met nieuwe slaven, omdat de Indianen het vertikten om nog langer te werken daar. Die zeiden liever dood dan slaaf. Dus zij kochten van de Arabieren die slaven in het slaafstation. En de opdracht was die mensen goed te behandelen, dat ze gezond en krachtig in
nou ja, dat gedeelte van Brazilië zouden aankomen. Toen zijn er wilde lorredraaiers gekomen, die kochten schepen. Lorredraaiers, dat waren slavenhandelaars. En die wilden buiten de Arabieren om slaven kopen bij de slavenstations. Die gingen in de buurt van die slavenstations met stamhoofden onderhandelen die krijgsgevangenen hadden gemaakt van de andere stam. En die ruilden spiegeltjes en kralen met die slavenhandelaar. En die kochten dan voor weinig geld die slaven op. En die deden ze aan boord van een schip en die voeren ze naar, zeg maar, de Nederlandse Antillen of rechtstreeks naar Amerika. En dan verkochten ze daar aan die slavenhandelaren voor elk aannemelijk bod. Die waren ook minder goed voor de, die wilden alleen maar sneller zijn en verkopen. De Arabieren vonden dat niet zo goed en die zetten dan die stamhoofd een pin op de neus van: als jullie met die lorredraaiers handel drijven, dan heb je met ons een probleem. En die Arabieren handelen in alles, ook in wapens. Dus die lorredraaiers die moesten het dan ook weer van de slavenstations kopen, waardoor ze ook weer beter voor de slaven moesten zorgen, want elke levende slaaf bracht heel wat meer op dan. Maar je moet je voorstellen. Maar hoe kwam men aan die slaven? Die slaven, die hadden stamoorlogen en de bedoeling was dat als een stam verslagen was, er waren ook stammen die gingen speciaal op slavenjacht, die gingen naar buurlijk dorp overvallen en namen de mensen mee. Je moet je voorstellen. De mensen kwamen dan in dat fort, dat Nederlandse fort, en dan werden ze aan zo'n schip. Ze waren ontzettend bang, er waren ook kinderen bij. En ja, het was waarschijnlijk vreselijk heet in zo'n schip. En ze lagen mannetje aan mannetje, want die schepen hadden een brede buik. En ja, soms dan werd er water in dat ruim gegooid dat ze het niet te heet hadden. En als er ziekte uitbrak, ja, dan ging de bemanning er ook aan. Want die ziekte die was heel besmettelijk. Dus het ging erom om te zorgen dat de mensen niet ziek werden. En ook de scheepsgezellen waren ook bang dat de slaven in opstand kwamen aan boord van zo'n schip. Of nog sterker, dat ze overboord sprongen omdat ze... Of overboord gegooid werden omdat ze ziek waren. Nou ja, maar dat ze zelf overboord sproken als ze gezond waren omdat ze bang waren. Of als ze ziek waren, werden ze sowieso al overboord gegooid om te voorkomen dat de besmetting door zou. Ja, cholera, dysenterie, noem maar op. Ja. En het is, wat is altijd de tijd van de Romeinen natuurlijk was. De slavenhandel is altijd voor de Romeinen ook geweest. En ook die Romeinen, als de mensen een tijd slaaf geweest zijn, aan het eind van de rit werden ze vrij man. Of ze konden als gladiator vechten in de arena. De ridderschap hadden horigen die op een lans waren. De Russen hebben ook tot heel lang lijfeigenen gehad die... En toen werden ze door Alexander in vrijheid gesteld en toen werden het vrije boeren. Dus tot ver na 1863, Alexander heeft de mensen daar vrijgemaakt. Het is onvoorstelbaar dat het eeuwenlang, en nu heb je natuurlijk ook nog allerlei vormen van slaverij in ontwikkelingslanden waar kinderen opgesloten worden om kleding te maken of steenbakkerijen. Klopt. Wat zijn de koloniën geweest van Nederland? Nou, overal langs de weg naar Indië, daar hadden ze plekken waar voedsel ingenomen kon worden en een fruit, onder andere Kaap de Goede Hoop. De Westkust, de Goudkust, de Ivoorkust, de Ivoorhandel is heel belangrijk geweest. De Nederlanders hebben ook gezorgd dat er cacaohandel kwam, want de cacaoplantjes kochten ze van de Indianen. En die werden dan in Afrika gebracht, theeplanten werden naar Indonesië gebracht, ook cacao werd naar Indonesië gebracht, terwijl de Portugezen dat liever niet hadden. Nootmuskaatplanten zijn er naartoe gebracht, terwijl de Portugezen dat liever niet hadden, want dan kwam de concurrentie. Ja, dat was. Dus op een gegeven moment hebben ze ook Australië ontdekt, ze hebben Nieuw-Zeeland ontdekt, maar voornamelijk de politiek na Indonesië en later Suriname, was dat de Nederlanders nergens hun taal brachten. Ze gooiden het op een akkoordje met de plaatselijke machthebbers. En die leverden werkkrachten als ze maar betaald werden. Namelijk de sultanaten van Indonesië, maar ook de stamhoofden in Afrika. Mauritius was dus een punt waar ze voedsel in namen ten noorden van Madagaskar. Van als ze die grote tocht moesten maken naar... Ze hadden Formosa, dat was een
een contact met China. Ze mochten Deshima in Japan, ze hadden contacten met Japan. De Nederlanders waren het enige volk dat door de Japanners getolereerd werd om handel te drijven. Doordat een Nederlander een goed contact had gemaakt met de Shogun. Dat was dan een soort keizer van Japan. Heel bijzonder is dat nu de Chinezen de tactiek van de Nederlanders ook toepassen. Handel drijven, kijken waar je grondstoffen kunt krijgen. Kennis daar naartoe brengen en het door de plaatselijke Chinezen brengen ook nu ook weer heel geld, veel geld naar Suriname, om grondstoffen te bemachtigen. Toen de slaven dus ingekocht werden en toen verkocht werden en naar de streken vervoerd werden waar ze te werk moesten gaan. Die producten, zij produceerden dus heel zwaar. Ja, en die producten kwamen dan naar de Nederlanden, maar niet naar de Zaanstreek, omdat die de handel dreven met de omland, de noordelijke gewesten. Cacao is. Kunt u daarover vertellen, de noordelijke gewesten? De noordelijke gewesten, dat waren de Zweden, Noorwegen en Rusland. Een bekend figuur was Lodewijk de Geer, een koopman in Amsterdam. Die is rijk geworden door de wapenhandel. En met de ijzererts uit Zweden kon hij dus heel veel kanonnen produceren. En die verkocht hij aan iedereen die oorlog wou voeren. Hij heeft ook een oorlogsvloot bekostigd voor Gustav Adolf, die ermee Pruisen binnengevallen is, Brandenburg, Riga. En hij is er heel rijk door geworden. En van zijn rijkdom heeft hij een aantal gigantische panden in Amsterdam gebouwd aan die mooie grachten, Keizergracht, Herengracht. Daar heeft hij ook een paar gigantische graanpakhuizen laten bouwen, waarin het graan opgeslagen werd uit Rusland. De Nederlanders voerden dat graan dan weer naar de landen waar hongersnood was. En als ze dan, wat ik dan vertelde, in de Middellandse Zee waren en ze hadden de pech op een barbarijse kaper te stuiten, nou ja, dan kwam de lading niet aan, want het schip werd buitgemaakt en de bemanning werd slaaf in Barbarije, wat nu Marokko en Algerije is. Wat kunt u vertellen over de Zaanse grote bedrijven die nu in Amerikaanse handen zijn, zoals Verkade, Duivens, Cacao de Zaan? Die zijn op een bepaald moment naar de beurs gebracht, omdat de eigenaren... Kunt u bij het begin beginnen, hoe ze ontstaan zijn? Verkade is hier op een gegeven moment komen wonen en die had een aantal zonen. En die zonen heeft hij geholpen met daar fabrieken voor te beginnen. Een broodfabriek, eerst een lampenoliefabriek, maar dat is naderhand een machinefabriek geworden. Toen had Van Houten de cacao, manier van cacao produceren uitgevonden. En die vinding is hier in de Zaanstreek veel gebruikt door cacaofabrieken als Grotes in Wessaan, Erven de Jong en Boom en Petten in Wormerveer. En hier had je een cacao de Zaan van de familie Huisman. De cacao-machines zijn hier ook door de firma Duivens gemaakt, dat is een machinefabriek. Maar op een bepaald moment dacht men zou het in Afrika wel gaan doen. Dus toen heeft men die bedrijven op de beurs gebracht. En die zijn door Engelsen en Amerikanen gekocht. En die Amerikanen hebben ook de andere bedrijven gaandeweg op de beurs erop gekocht. Dus de Amerikanen, die maken hier dus uit hoe het gaat. Het kan best zijn dat de mensen die er werken volgende week een briefje vinden van je hoeft niet meer te komen. En dan wordt het bedrijf gesloten. En dan wordt het op een andere plek gemaakt. Dat is triest. Om nog even terug te gaan, die bedrijven die dus vroeger door Nederlandse families, hè, zijn het Zaanse families geweest die al deze bedrijven hier in de Zaanstreek hebben? Nou ja, wat kunt u over de families vertellen die dus die al die bedrijven gesticht hebben? Kenden ze elkaar? Hadden ze een of andere relatie met elkaar? Of stonden ze los van elkaar? Ze stonden samen, verbonden door het geloof. En dat zijn de doopsgezinden. En in een geloof betekent ook dat je goed bent voor een ander. Dat je ook goed bent voor je personeel, want dan is het personeel ook goed van jou. Als je personeel goed behandelt, dan gaat het ook niet stelen. Het kan dus ook voor, dan was iemand ziek. Bijvoorbeeld was iemand die werkt op een molen. En die zei tegen zijn baas, een doopsgezinde man, ja, mijn vrouw is bevallen en daarvoor ben ik zo laat. Nou, die baas, die kwam thuis, dat stuurde zijn vrouw met een pannetje soep naar die arbeider toe. En die vrouw kwam met een pannetje soep en zijn vrouw is bezig de was op te hangen.
En u was bevallen. Hoezo? Dan heeft mijn man weer een smoesje verzonnen. Omdat hij zo laat... Nou, die baas heeft die man niet ontslagen, maar hij zei, je vertelt me geen smoesjes meer. Want als je te laat bent en je verslaapt, zeg je gewoon dat je verslapen hebt. Ja. Ja, en ze trouwden binnen het geloof, waardoor dus... Wie waren die families allemaal? Duivens, honig. Nou, de meeste mensen... Laterstein. Nou, ik ken dus gauw die naam. Als je, maar het zijn aardig bekende namen. Het zijn aardig bekende namen en ze konden zich handhaven doordat ze gewoon goed voor de mensen waren. Als je slecht bent, dan wil niemand meer voor je werken en dan kun je ook niet handhaven. Als ze al handel dreven, dan namen ze parten in een rederij die op de walvisvaart voer. Ja. Voor traan, en baleinen, daar zijn ze rijk geworden. Of ze namen parten in molenrederijen, dus een aantal molens die dus gebouwd werden, die financierden ze. Maar ja, hun schepen waren nooit bewapend, want de doodszinnen mochten de wapens niet gebruiken. Ze mochten geen oorlog voeren en zeker in slavenhandel, dat mochten ze ook niet. En daar hielden ze zich aan. Dus zij waren meer aangesloten bij het VOC in plaats van het WIC? Ze hebben ze in de VOC niet belegd. Niet belegd? Nooit, want het geld dat ze hadden belegd is in de Zaanstreek. In hun eigen molenactiviteiten. Ja. Vroeger in de tijd had je gildes, hè? Kunt u daar iets over vertellen? In Amsterdam had je gildes, in de Zaanstreek niet. Wat is een gilde? Een gilde is een afspraak dat als je lid bent van een schoenmakersgilder en je hebt de leergang dat je meesterschoenlapper was, dat je aan de regels van het gilde houdt, dat je de prijzen hanteert van het gilde. Wie hanteerde de gilde en wie waren de gilden? De gildes die waren in Amsterdam en die mochten bepalen hoe het meer en meer in de stad ging. Ze zorgden ook voor het gemeentebestuur, ze zorgden voor de schutterij. Waren dat handelaren? Waren dat gewone mensen? Het waren ook gewone mensen. Ik noemde dus de schoenlappers, maar het waren ook de houtzagers bij elkaar. En dat is een gilde? Dat waren gildes. Iedereen, beroepsmatig? Beroepsmatig. Het gilde van de tingieters, het gilde van de verfmakers, het gilde van de bakkers. Het gilde van de mensen. En dat was dus het groot verschil tussen de gilde en de dorpsgezinden. Ja, want hier had je geen gildes, dus hier was het gewoon vrij. Mensen mochten hier vrije molen oprichten. Je had hier ook geen dwangmolens. Want met name de adel die had een dwangmolen. En iedereen in het dorp was verplicht zijn graan of zijn gerst bij die molen te brengen en daar te laten malen. En dat was hier niet verplicht? Dat was hier niet verplicht, want hier waren geen heren, hier waren geen heerlijkheden, geen... Het was er wel, maar die waren al lang geleden vertrokken. De Zaankanders staan eigenlijk bekend om hun vrijheidsdrang, hun vrijheidsliefde en het verband tussen arm en rijk. Hier was het niet zo, hou jij ze dom, hou ik ze arm. Nee, hier hielpen arm en rijk elkaar. Het was ook mogelijk dat een arbeider gewoon zijn baas aansprak. Dat was op andere gebieden in Nederland niet zo mogelijk, want er zaten altijd schakels tussen. Ja. Dus als ik het goed begrijp, de wereldeconomie is hier in de Zaanstreek begonnen. Je zou het kunnen zeggen, het is het oudste industriegebied van de wereld. En de Zaankanders werkten lang en hard. En hun schepen, hun hout, waardoor die schepen gebouwd konden worden. De oevers van de Zaan die stonden vol met scheepswerven. En op de Overtoom werden ze dan over de scheepswerven, dus over de dijk heen getrokken. Daar had je een soort... Kaapstanden werden ze over de Overtoom heen getrokken en dan gingen ze het ei in dat wat toen nog niet ingepolderd was. Ja, ja. Hoe is de Zaan ontstaan? De Zaan was eigenlijk een veenstroom. En die stroomde, de Beemster was ook een, de Baanester was ook een dier. Ja, die stroomde in het ei. Het ei was natuurlijk een brede zeearm die de Zuiderzee bestond nog en de Zaan oefende. Die stroom die kronkelde daar eigenlijk naartoe. Het was eigenlijk een behoorlijk brede veenrivier. Ja, en het is nogal dicht bij de zee. Het was toen de tijd dicht bij de zee, waardoor ook voldoende vervoersmogelijkheden waren, want de Zaan was verbonden met sloten. Op een gegeven moment hebben ze de Zaan in het noordkant afgedamd, omdat men bang was voor waternood. De Knollendam is daar aangericht. En zijn dam hebben ze een dam aangericht, de dam, met sluizen, waardoor de schepen toch door konden varen. Hoe groot is de omgeving Zaanstreek? Niet zo groot.
Want, welke? Zegt vanuit Geest wordt wel gezegd, begrensd Landsmeer, Oostzaan, Westzaan, Assendelft tegen Heemskerk en Beverwijk aan. Dus wat nu zeg maar de gemeente Zaanstad is, maar daar hoort Wormeland natuurlijk niet bij, maar Wormeland valt ook onder Zaanstreek. Oostzaan valt ook onder Zaanstreek. En men heeft zelfs uit Geest bij de Zaanstreek gerekend. Ik zie vaak op straat, overal waar ik kom, zie ik Albert Heijn winkeltjes. En ik liep onlangs op de Zaanse Schans. En ik kwam daar zijn eerste Albert Heijn winkel tegen. Kunt u daar iets over vertellen? Jawel, dat is een replica, want het is een origineel stond in Oostzaan. Hij was een kruidenier. En uit Oostzaan? Uit Oostzaan, met zijn hele familie werkte daar. En op een gegeven moment heeft hij een filiaal in Zaandam gesticht. En ik kwam erachter dat het makkelijker was om zelf de producten te maken. Want dat was dan goedkoper en zo is dat bedrijf gaandeweg steeds groter geworden. Simon de Wit heeft eigenlijk hetzelfde gedaan. Alleen naderhand heeft Albert Heijn Simon de Wit opgegeten. Want Simon de Wit zijn magazijn was door brand verwoest. En ja, Albert Heijn die is groter geworden door steeds een concurrent op te kopen. Ze waren heel slim in handel. Albert Heijn is ook een multinational nu, hè? Ook, ja, dat heeft ook niks meer met Albert Heijn te maken. Want ook Albert Heijn heeft zijn geld naar de beurs gebracht. Er zit ook geen Heijn meer in. Het zijn allemaal Amerikaanse bedrijven geworden. Allemaal aandeelhouders. En er zitten veel Amerikanen in, maar ook Engelsen, maar ook Nederlanders. En als ze niet voldoende verdienen, dan hebben ze een probleem. Denkt u dat deze bedrijven door middel van de slavernij of de koloniale tijdperk hier rijk van zijn geworden? Ik denk het niet, want Albert Heijn is rond 1900... De grote hebben bedrijven, zij, hebben deze bedrijven, hebben deze gevestigde bestaande bedrijven niets, zich niets, door middel van de koloniale staten. Ze zijn allemaal veel later. En de doopsgezinden die hebben er al niks mee te maken gehad. En die andere bedrijven zijn naderhand in de Zaanstreek komen wonen. Albert Heijn die kwam uit Oostzaan. Dit was gewoon een arme man die goed zaken heeft gedaan. Want zo zijn er ook scheepsbouwers geweest die van de stad, die is ook na het begin van de eeuw, die is wereldberoemd geworden om zijn scheepsontwerpen. Ja, dus al met al die molen, die heeft heel wat veroorzaakt. Voor het gemak van de mens wel, want ze konden heel snel dingen produceren. En ook voor de welvaart heeft het veel geproduceerd, maar voor de slavernij eigenlijk niet. Want de schepen kun je de schuld er niet van geven. Dat zijn dus de mensen die kochten het hout op. En ja, die maakten schepen en wat ze ermee deden. Of ze het voor de kaapvaart gingen gebruiken. Of voor het vervoer van slaven. En wat de West-Indische Compagnie. Ja, en dat is eigenlijk op een mislukking uitgedraaid. Ja. De Verenigde Oost-Indische Compagnie dus niet. Maar de West-Indische Compagnie. Ja, die is altijd op zijn Zaans een schip van Bijlen geweest. Schip van Bijlen? Schip van Bijlen. Dus ze moesten erop toeleggen. En ja, ze zeiden altijd, ja maar, dan zullen de aandelen randeren. Want mensen hadden er aandelen in. Maar die aandelen hebben nooit gerandeerd. Het heeft ook bij de VOC ook behoorlijk lang geduurd eer het wat ging opleveren. Maar de West-Indische Compagnie, ja, ze hadden natuurlijk, Suriname kreeg ze pas heel laat. En Brazilië waren ze alweer heel gauw kwijt, want de Portugezen kwamen terug. Ja, dus als ik het goed begrijp, de WIC was eigenlijk meer een oorlogsvloot. En de VOC was eigenlijk meer een handelsvloot. Een handelsmaatschappij, ja. Okay. Ja. En eigenlijk, de WIC was voornamelijk bedoeld om, ja, met suikerindustrie en de Portugezen en de Spanjaarden en de Fransen en de Engelsen te verdrijven, te beoorlogen. En toen werd op een gegeven moment vrede gesloten. Ja, en toen, ja, toen konden ze eigenlijk niet meer. Het is geen bestaansreden meer. Geen bestaansreden meer. Ja, ja, dat klopt. Nou, het, al met al is dit een zoektocht, een onderzoek van wat heeft een zo'n molen kunnen aanrichten en vandaag de dag onze moderne wereldeconomie heeft kunnen aanjagen. Ja. En dat gedeelte van de slavernij, dat is, dit onderzoekje is naar de hand van, omdat we volgend jaar 150 jaar herdenken van de afschaffing van de slavernij. En daar wilde ik gewoon wat meer over weten, omdat er heel veel vragen zijn over van de oorzaak en het gevolg. Ja. En ik ben hartstikke blij
blij dat ik u tegen ben gekomen. Want elk gevolg heeft een oorzaak. En, zeker. En als je wilt weten wat het is, zijn we teruggekomen naar de bron. En voor mij is de bron eigenlijk de Sansenschans, de molens. Hoe heette de molen die voor het eerst werd uitgevonden? En wie heeft die molen uitgevonden? En waar en wat was nou het specifieke bijzondere aan die molen dat het een productieve molen werd? Nou ja, dat was dan het juffertje. Die is uit de Geest door een boer, Cornelis van der Geest, bedacht. Die heeft de krukas bedacht en de wentelas en ook de kollergang. Dat zijn die stenen die kunnen draaien. Hij heeft een mechanisme bedacht dat de molen alles kon zagen, roeren, kloppen. Hij heeft die vinding van de houtsmolen verkocht aan Dirk Sijbrands en die is er relatief rijk mee geworden. Die heeft onder andere de Dikkert gebouwd met het versje erop. De dikkersmiddel van Zaan is hout te zagen aan de Zaan. Er zijn veel andere houtsmolens gekomen, waardoor heel snel schepen geproduceerd. Nou ja, daar kom je het verhaal. Ja, dus als de Zaanse Schans niet bestaan had met zijn molens, was er dus ook geen VOC. Maar de Zaanse Schans is bij toeval ontstaan, omdat huisjes verplaatst moesten worden, ja, en molens verplaatst moesten worden. Ja, en die, dus maar laat ik zeggen, met de uitvinding van die molens, zou er dus geen VOC bestaan. Zeker niet. Dan waren wij hier nog altijd op een dompig land van mest en mist, met veen dat allemaal maar meer zakt. Want het veen werd ontwaterd, waardoor het steeds van hoogveen laagveen werd geworden. De Zaan voerde het water af. Op de Zaan waren allemaal sloten die het veen ontwaterden, waardoor de boeren graan konden verbouwen. Want laatst was het zo laag geworden dat de graanproductie niet meer kon. Veeteelt kon niet meer, het waren meren geworden. Men heeft turf gestoken om zichzelf te verwarmen, omdat hout was, wat in Holland was, was verstookt of verbruikt voor verschepen. Holland betekent eigenlijk houtland, maar er was geen hout meer. Dat moest het. In verre. Vandaar dat het hier kaal en vlak is allemaal. Eigenlijk wel. En zo kan je het noemen, vlok.